Ja, die bal. Daar kom ik zo nog op terug aan het einde. Eerst even weer pack and play. Let's go. Jullie hebben vast allemaal de video van vorige week gezien, waar ik dus liet zien dat mijn hele account was gereset. Toen was die price cap van EA nog niet geweest, dus ik heb een heleboel spelers die ik had terug kunnen kopen. Ik heb allemaal informs teruggekocht. Ik heb deze spelers allemaal teruggekocht. Maar zoals je ziet heb ik eigenlijk alleen maar mijn playbook bladzijden teruggekocht. AC Milan had ik compleet, Arsenal had ik bijna compleet, Atletico had ik compleet en Benfica zat ik ook al heel ver. Maar alle andere shit, die heb ik niet terug kunnen kopen en nu ga ik het niet meer doen, omdat coins natuurlijk fucking zeldzaam zijn, omdat je eigenlijk niet meer kan kopen. Overigens, mocht dat inmiddels, als jullie dit zien, wel zo zijn, dat kan. Want er zit bijna een week verschil wanneer ik dit maak en wanneer jullie dit zien. Ja, in een week tijd kan een hoop gebeuren. Maar op het moment dat ik dit nu maak, kan ik nog geen spelers kopen. Dus helaas heb ik alleen maar spelers van Atletico, Benfica, Arsenal, Milan en dan Tevez en Jordi Alba die ik als reward had gehad. Ja, en wat ik precies moet doen nu, weet ik ook niet. Want ik kan niet elke keer mijn coins zomaar gaan verneuken aan spelers te kopen. Ik heb natuurlijk nog 340k. En ja, het is natuurlijk ook balen dat ik weer in divisie 10 zit. We gaan dus weer een beetje terug naar de basic. Hoe ik dat ga doen met compleet maken, moet ik nog wat op gaan verzinnen. Ik ga wel gewoon weer 5 packs openen, want dat kan natuurlijk nog steeds. En dan hoop ik maar dat ik second man of the match Higuain krijg. Ja, of Otamendi. Luc de Jong. En Villa. Villa. Dit is pack nummer 3. En ik krijg niemand anders dan, wauw. Dit is Koe en Klaassen en Tetti. Het zou toch leuk zijn als ik dan ter ere van dat mijn account is reset en zo, dat ik echt een goede pack krijg. Ik heb echt een abonnement op fucking Milan spelers. Het is niet normaal. Ik krijg fucking Sergi. Nou, laatste pack. Geef je iets goed. Torres. Atletico speler. Torres had ik nog niet van Atletico. Dat is wel geinig. Ik denk dat we wat gaan doen met Torres en met Mandzukic. Het is serieus een best zieke hybrid. Ik heb alleen de rechtsachter van Benfica heb ik nog niet. Maar natuurlijk, in principe mag ik hem wel kopen. Ja, want door dit dus. Kut, nieuwe functies van prijsklassen. Maar ik kan wel gewoon de rechtsachter van dingen kopen. Ik had nog iets van 10.000, ik weet niet precies. Te besteden van vorige aflevering. Ja, natuurlijk kan ik nou niet als een gek alles gaan uitgeven. Omdat ik nog niet weet of ik aan nieuwe munten kan komen. En ik moet natuurlijk deze serie wel in leven houden. Dus wanneer mijn munten op zijn, ben ik fucked. Dus ik ga een beetje rustig aandoen op het begin nog. Met mijn munten tot er wat meer zekerheid over is. Als je kost toch maar 300 munten, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Natuurlijk is 300 munten dan een hele hoop geld, hoor. Nou, Pereira is in ieder geval binnen, of Pereira. Dan kan ik die natuurlijk wel gewoon toevoegen aan mijn playbook. Wie weet krijg ik binnenkort heel Benfica vol, en dat zou toch leuk zijn, krijg ik toch Jackson Martinez. Is wel grappig om dat natuurlijk te blijven doen. En nog mooier, ik heb echt een best zieke hybrid gemaakt, al zeg ik het zelf. Het is gewoon toevallig dat die Correa van Atletico ook nog eens een Argentijn is, en mijn links- en rechtsmede ook Argentijn is, dus dat is wel leuk. Maar ja, dat wilde ik even zeggen. Nou, dan komt hij aan, hoor, mijn tegenstander. Oh mijn god, weer een best goed team. What the fuck? Hoe kan dit in de divisie 10 zitten? En waarom moet ik daar tegen? Was vorige aflevering ook al. Maar toch ga ik hem slopen, want ik ben cool. Want nou heb ik al een redelijk goed team. Vorige aflevering speelde ik met die bronzen. Dat was echt een drama. Oh. Get Salviot. Salvio. Oh, hij blijft maar lopen. Ja, dat wordt hem. Oh mijn god. Oh, hij legt hem gewoon terug bij mij. Oh, weer niet. Weer niet. Weer niet. Nou, we zijn 2,5 minuut bezig en ik had al 3 keer kunnen scoren. Oh, Salvio gaat. Mandzukic moet voor de goal komen, want die kan fucked up goed koppen. En dit was een overtreding. Och, nou ga je dan. Oh, die moet erin. Oh, weer die keeper, joh. Oh, kill it. Salvio voor de goal. Oh, weer. Oh, sick gespeeld weer. Nou, geef nou eens een keer een goede voorzet. Jezus. Oh, panel. Panel. Gas, kijk hoe die hem neertrapt. Hoe kan er geen penalty zijn? Salvio, voorzet. Oh. Oh. What the fuck? Elke keer zeg ik dat voorzetten kloten zijn. Nu wil ik dan zeggen, oh mijn god, wat een drama. Ik dacht, die knipt dit er gewoon uit. Dit laat ik niet eens zien. Maar nou ja, ik nou ging je erin. Kijk, wat doet die keeper, joh. Ja, was wel heel simpel. Oh jee, niet net verrust. Suarez. Nee! Nee! Keeper! Fuck off! Wat een bullshit! Deze gast was serieus eerste schot. En ja, die werd goed geblokt. En toen dit. En what the fuck. Correa, houd dat overschrik. Op! Ah, Torres! Oh, Correa, hij is echt een beast. Hij is echt fucking beast. Oh, Mandzukic helemaal vrijgespeeld.
Prachtige aanval, prachtig doelpunt. Mario Mandzukic. 2-1, lego. Oh, gaan we nog een keer scoren? Oh, hij moest helemaal niet naar hem, maar we gaan wel nog een keer scoren. Want ik doe het gewoon zo, en dan, boom. Oh my god. Geen goed schot, gaat ruim naast. Geen goed schot, nee, dat kun je wel zeggen. Moet wel oppassen dat ik niet gelijk nog speel. Dat kan in principe gewoon nog, dat er daar een zo'n random bal komt, net zoals net. Ah, dit is wel jammer. Oh, maar ik heb hem nog. In één keer mee, hop. En nou iemand voor die goal. Ja, daar gaat dus precies overheen. Bruh. Oh my god. Mandzukic, it's gone. Hij is gone. Nou, leg die bal voor en kop hem er alsjeblieft in. Thanks. Korea. Ik weet niet wat die keeper deed, maar ja, de overwinning is binnen. 3-3 tegen 1-1-1-1. Oh ja, zie ik de echo-effect alweer. Ja, thanks. De wedstrijd is afgelopen en ik win met 3-1. Maar dan hoor ik jullie gewoon, denk ik. Hoor het gewoon. Ik hoor jullie. Ja, precies. De bal. De UEFA Europa League bal. Ik weet niet of je het kunt zien. Tjoe, UEFA Europa League. En nog mooier dan alleen een UEFA Europa League bal. Ik zie hier zo staan. Dus David. Ik zie hier Van Sar. Ik zie hier voor de rest nog Dion. Ik zie nog Kevin. Ik zie nog Roelie. Ik zie nog Ronald. Ik zie nog Vaco. Of Lars. Ik zie nog wel Colin. En ik zie hier nog... Voor de rest hebben we nog Joran. Revé. En dan hoop ik echt met heel mijn hart dat ik niemand ben vergeten die deze bal ook heeft gesigneerd. Maar namens David, namens Roelie, namens mezelf en eigenlijk ook namens Vincent, namens alle FIFA-uploaders en eigenlijk gewoon namens heel Team DDG, hebben wij deze bal gesigneerd met de mensen die zondag nog op de ECG-beurs waren. En ik ga die weggeven aan één van jullie, of wij gaan die weggeven aan één van jullie. Hoe? Nou, best simpel. Ten eerste, like deze video, want ja, dat zou wel zo lief zijn. Abonneer natuurlijk op Dus David Games. Check alle mensen die er uploaden. En dan misschien wel het belangrijkste. Er staat een link in de beschrijving naar een tweet van FC Roelie, de andere FIFA-YouTuber die op vrijdag altijd hier FIFA.challenge upload. En het is heel simpel. RT die tweet. En je maakt kans. Dus like die video. RT die tweet. Abonneer op Dus David Games. En wie weet, win jij deze fucking vette bal gesigneerd door... Ja, een heel groot deel van Team DDG. Jongens, bedankt voor het kijken. En laat de mensen...